De nieuwe Pokémon van ons team is, jawel. Ach, 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 ach. Hey kijkers van de One Up Hub, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Pokémon Randomized Nuzlocke op de One Up Hub. Wij zijn hier vandaag in het Pokécenter van de Cerulean City. Zeg ik dat goed? Is het Celadon? Cerulean City! Yes, 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 yes. Wij hebben onze rivaal verslagen, dus dat is hartstikke goed. Wij hebben een team die redelijk dicht bij elkaar ligt, al zeg ik het zelf. Rafa level 16, Tom 14, Daphne 15, 16, 15, 15. En het doel van vandaag. Voordat wij Misty gaan verslaan, oftewel de tweede gymleader voor onze tweede badge in deze Nuzlocke. Wij gaan een nieuwe Pokémon vangen. Als dat een mannetje is, dan gaan we hem uiteraard Finn noemen, zoals afgesproken in de vorige aflevering. Maar wij moeten eerst hier een hele lading aan trainers verslaan. Dat zijn er een hele hoop. Laten wij gewoon hopen deze aflevering dat we er zonder kleerscheuren vanaf komen. Of misschien wel niet. Want Finn moet natuurlijk wel in ons team. En wij hebben op dit moment 6 teamleden. Misschien dat er wel iemand sterft en dat Finn die plek kan innemen. Of ik moet iemand gaan verbannen naar de box. Maar ja, dat hoop je natuurlijk niet. Laten wij kijken. Wij zetten denk ik wel Tom vooraan. Die is level 14 als enige. Dus die moet nog wel een beetje op niveau komen. En we komen hier bij de eerste trainer. Alles is randomized. Nogmaals, dames en heren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus wij weten niet wat er gaat komen. Een gras-Pokémon. Laten we gewoon hopen dat er nu niet een of andere zieke Fire-Pokémon hier tegenover ons komt te staan. Hij heeft 4 Pokémon en de eerste is een Loudred van level 10. Dat moet Tom in principe gewoon aankunnen. Fine Whip. Ik denk dat dat wel redelijk wat doet hier zo. Ja, kijk eens even. Gewoon voor de helft dood al. Hoppa. Astonish doet niet zoveel. En Loudred is verslagen. Ik denk dat wij zelfs van een level 15 gaan. Klopt dat? Ja joh. Helemaal gek. We worden gewoon level 15. Sleep Powder. Oh, wat is dat lekker. Dat is een lekkere aanval om te leren hoor, dames en heren. Gardevoir is gras. En Psychic. Dus wat gaan we daartegen doen? We hebben niet echt... Dat zoek ik echt nog. Gewoon een Fire Pokémon. Of ja, dat eigenlijk. Een Vuur Pokémon. Dat hebben we echt nog niet. Gras, water, Psychic 2 keer. Grond, steen. Een ghost Pokémon. Ja, ik zoek eigenlijk gewoon een fire. Laten we Yossa maar inzetten. Die kan denk ik tegen Gardevoir nog iets van Psybeam doen, zeg maar. Confusion. Psybeam, dat is Daphne, bedenk ik me nu. Maar goed, Confusion gaat ook... Oh, it's not very effective. Dat is een beetje jammer. Confusion gaat bij ons ook niet veel doen. Dus dat scheelt. Maar... Hypnose dan, denk ik. Dan slaapt de Gardevoir in ieder geval. En dan kunnen we even switchen naar een Pokémon die wel wat damage kan doen. Yossa krijgt wel experience, zoals jullie zien. Hij is al bijna level 16, dus ergens goed dat we hem hebben ingezet. Wat kan Carré? Kan Carré Lick? Een ghost aanval? Nightshade alleen, maar ja, die doet 15 damage. Dus dat is niet heel veel. Fuck it. Oh, nee, trouwens, nee. Dit is heel dom, want als Gardevoir dan... Oh, Confusion doet. Oh, Growl, godzijdank. Ga ik de gok wagen, nu al? Ga ik Carré hier... Ja joh. Ah, double team, oké. Ik ben Carré eigenlijk nu al een beetje aan het opofferen en gevaarlijk aan het doen. Dat is eigenlijk niet heel handig wat ik doe. Nightshade doet namelijk maar 15 damage. Ik weet niet of dat genoeg is. Hoeveel gaat op zich wel. Zeker als Gardevoir alleen maar Growl blijft doen. Ik denk dan dat dit zelfs genoeg is. Nightshade, 15 HP eraf. Ik denk dat hij dood is. Ja hoor. Lekker. Eens even kijken. Yossa gaat naar leveltje 16. Gaat Carré naar leveltje 16? Net niet. Ai, ai, ai. Nu komt er een Lickitung. Dus laten we Carré nog even ingezet houden. En een Nightshade doen, I guess. Dat doet helemaal niks op een Lickitung. Had ik kunnen weten. Dan gaan we Carré terughalen. En dan gaan wij, want Lickitung is een normal type Pokémon, denk ik Paul inzetten met zijn dubbel kick. Dat lijkt mij een goeie. We moeten namelijk wel een beetje smooth door deze trainers heen komen. Dat is wel een beetje... Zou handig zijn. Double kick. Doet u maar. Hoppa. En dood. Lekker hoor jongens. Eens even kijken. Dan gaat denk ik Carré wel naar level 16 nu. Ja. Toch? Jazeker wel. Goed bezig hoor.
Carré leert Astonish. Nou, laten we dat maar doen, want voor de rest kan Carré niet zo heel veel. Leer, dat mag wel even vergeten worden voor Astonish. Zeker weten. Zo, dat is lekker. En wat krijgen wij nu? Een Nidoqueen. Oeh, Nidoqueen versus Nidoking. Ik zeg ja, ik stem voor. Nidoqueen, hallo, je bent wel level 6 levels lager. Ik ga jou even dubbel kicken. Dat gaat vast pijn doen bij je. Niet heel veel, maar toch wel wat. Zo. Gaat Nidoqueen ons ook heel veel pijn doen? Ik hoop het niet. Doet ook dubbel kick. Nou, bij ons doet dat helemaal niet zoveel. Holy shit. Oké. Eens even kijken. Zullen we een mega kick doen? Boom! Mega kick op je beeldscherm. Gaat Nidoqueen dood? Jazeker weten. Dikke doei. En wij gaan door naar de volgende trainer. Paul is level 17. Dat is respectabel. En ik denk dat hij ook wel de eerste is die naar level 20 gaat bij ons. Tenzij we Totodile willen trainen, want dan wordt Totodile een Croconaw. Voor nu zie ik dat Tom level 15 is, Daphne level 15 is, dat Paul level 17 is en de rest level 16. Dus wij willen Tom en Daphne heel even trainen. Dat kunnen we doen bij de volgende trainer. En eens even zien wat hier te vinden is. Jullie zien ook al links in beeld, tenminste zagen jullie daarnet, een voorzichtig grasveldje. Kijk eens even, Totodile, dat is lekker. Want met een Vine Whip gaat Totodile waarschijnlijk in één keer dood. Gok ik. Boom! Lekker bezig, Tom. Tom is wel sterk, hoor, voor een gras-Pokémon. Zodra hij een beetje zijn dingen mee heeft, een Chikorita. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Oh, shit. Ik wilde wisselen. Dat heb ik nu niet gedaan. Sleep Powder. Even slapen, Chikorita. Dankjewel. Dan gaan wij heel eventjes een andere Pokémon inzetten die jouw pijn gaat doen. Even kijken wie dat gaat worden. Ik denk dat ik nu wel Daphne dan inzet. Ja, komt u maar. Met Psybeam. Ik denk dat dat wel redelijk damage doet. Wat ik wou zeggen. Daarnet zagen jullie links in beeld een grasveldje. En dat is waar wij onze nieuwe Pokémon mogen vangen aan het einde van deze brug. Als wij de trainers hebben verslagen. En ik hoop dus van harte dat daar een stroom-Pokémon of een fire-Pokémon zit. Dus dat we daar in ieder geval iets handigs gaan vangen. Tackle op een steen-Pokémon. Oké, mag. Wij doen een mudslap en dan is Chikorita dood. En volgens mij hebben ze dus nog wel flink wat Pokémon. Even kijken. We moeten Rafael trainen. En Mawile kan Weeping Bell daar... Nou. Laten we het even met Daphne proberen. Ik twijfel even wat voor type Pokémon het is. Dat weet ik niet zo goed. Dus ik ga gewoon even Psybeam doen. Dat doet wel wat damage, denk ik. It's not very effective. Ai, ai, ai. Oh, Bite. Oh, that is very effective. Ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Wij doen even Mudslap. Doet dat iets? Dat doet super effective. Lekker. En zijn accuracy is omlaag. Fake Tears. Ja, doe maar hoor. Dat doet bij ons niet zoveel. Onze special defense is omlaag. Maar dat haalt niks uit voor de bite. Laten we die alsjeblieft wel tanken. Daphne, niet doodgaan. Fake Tears nog een keer. Nou, die mist. Boeien. Mudslap en dan ben jij dood. Hartstikke goed, jongens. Dat is alweer trainer nummer 2. Want deze had 3 Pokémon volgens mij. Daphne gaat nog net niet naar level 16. Dat is jammer. Wij gaan gewoon lekker door. We hoeven nog niet terug naar het Pokécenter. Wij gaan lekker door naar de volgende trainer. Die staat hier. Nummertje 3. Volgens mij moeten we 5 trainers verslaan op deze brug. Laten we even kijken. Deze heeft 2 Pokémon. De eerste is een... Oh my god, Electrode. Deze wil je nu niet hebben. Electrode kan self-destruct of explosion. Dan ontploft hij weliswaar en is hij dood. Sleep powder. Oh, charge. Ik ben bang voor Electrode, jongens. Sleep powder, please. Val in slaap. Please. Goed zo. Oké, hij is in slaap gevallen. Maar 1 self-destruct en dit kan het einde van Tom zijn. En willen we Tom dood? Nee, eigenlijk niet. Wie kunnen we missen? Niemand, denk ik. Nou ja, Jossa en Daphne zijn beide psychic. Ik denk dat ik Daphne inzet met Rock Tomp en zo. Dat is steen tegen stroom. Dat zou moeten werken. Electrode is asleep. Zolang die maar geen self-destruct doet, jongens. Rock Tomp. Oeh, Electrode. Rock Tomp gaat dat wel doen. Als het goed is, doet het wel wat damage. Niet veel. Helemaal niet veel. Oké, Mudslap. Doe dat iets.
Electros wordt teruggeroepen. Oké, wat komt er nu? Een Whiskas. Dat is water en grond. Dus dit doet ook helemaal niet veel. Wat kunnen we hier het beste tegen doen? Ik denk toch Weepinbell met Fine Whip. Gok ik zo. Ik zit gewoon hard op te denken nu, hè, dames en heren. Kijk, watersport. Lekker bezig. Komt u maar. Dan wil ik graag Vine Whip doen. Doet dat wat? Ik denk dat Vine Whip krachtig is tegen een Whiskas. Cash. Vine Whip. Kijk eens even. En boom, weer dood. Jezus, Tom is toch een tank, dames en heren. Niet te doen. Tom gaat naar level 16. Hoppakee. En dan wil ik eigenlijk Daphne nog naar level 16 hebben. Dan ga ik toch... Oh, Daphne is al level 16. Lekker bezig. Jongens toch. Electrode komt eraan. Dan willen we toch Daphne terug. Electrode is asleep. Maar ik ben benieuwd wat Mudslap gaat doen. Rock Tomb was dus niet zo effectief. Maar een Mudslap wellicht wel. Mudslap. Oh nee, Electrode is wakker. Tackle, oké, dat is geen self-destruct, dus dat scheelt. Kijk, dit doet wel wat. It's super effective. We doen er nog één. Screech, oké. Charge, tackle en screech. Dat zijn al drie aanvallen van de vier die hij mogelijk zou kunnen. Misschien kan hij geen self-destruct of explosion. Maar het kan dus zijn dat hij nu zijn vierde aanval doet en dat die explosion of die self-destruct is. Dan gaat Daphne hartstikke dood, want Electrode mag eerder aanvallen. Maar ga ik een potion verspillen hieraan? Nee. Met slap. Screech! Lekker bezig. Gok gewaagd en gewonnen. Electrode is dood. Daphne krijgt redelijk wat puntjes, gok ik hiervoor. Maar nog iemand toch? Of alleen Daphne? Alleen Daphne. Oké. Bijna level 17 voor Daphne. Nu is iedereen level 16. En eentje dan level 17, namelijk Paul. Dan denk ik dat ik Raphael eventjes voor aanzet. Raphael evolueert volgens mij op level 18. Stel wij doen Raphael nu naar level 17 trainen bij de volgende, heb ik hier een Rare Candy. Dus dat betekent dat we een Croconaw kunnen krijgen na deze trainer, gok ik. Als die in ieder geval Pokémon heeft die Totodile aan zou kunnen. Want we gaan Totodile niet in gevaar brengen. Oftewel Raphael. Een Spinda. Kijk, dat is volgens mij gewoon Psychic en Normal type. Dus die moeten wij kunnen aankunnen. Mega Punch. Wat doet dat? Redelijk. Redelijk. Water Gun. Wat doet dat? Minder, gok ik. Ja, veel minder. We hadden beter drie keer Mega Punch kunnen doen. Maar goed. Nu heeft hij waarschijnlijk nog een Water Gun nodig van ons. Ja. Oh, Faint Attack. Please don't kill us. Please don't kill us. Oeh, dat doet wel redelijk wat damage. Wij doen Water Gun. Spinda gaat dood. Wij zijn level 17. En dat betekent dat ik in ieder geval Raphael even terug ga halen. Ik ga denk ik een andere Pokémon inzetten. Ligt er een beetje aan wat voor Pokémon er nu komt. Sharpedo. Dat is een Dark Water type. Dus ik denk dat wij daar Tom voor gaan inzetten met Vine Whip. Sharpedo vind ik een hele vette Pokémon. Die zou ik nog wel willen vangen eigenlijk. Kijk dan eens even. Boom. Dat is toch een vette Pokémon, dames en heren. Vine Whip. Dan denk ik dat Sharpedo al ver dood is. Laten we eens even kijken. Hoppakee. Bijna in één keer. Deze Tom is echt een tank, jongen. Holy shit. Rage. Ja, doe jij maar eens even Rage. Dat doet nu nog niet zoveel. Sharpedo was hartstikke dood. En dan denk ik dat we deze trainer verslagen hebben. En onze Raphael is level 17. Ik ga hem een Rare Candy geven. En dan hebben we zowaar een evolutie. Tom gaat ook naar level 17. Leert Potion Powder. Willen we dat leren? Ja, doe maar voor Growth. Ja hoor. 1, 2 en 3. Poef. We hebben Poison Powder. Goed zo. Even kijken. Volgens mij gaat Croconaw nog niet evolueren op level 17, toch? Nee, daar moeten we toch echt die Rare Candy voor geven. Dat gaan we ook gewoon doen. Komt u maar. Ta-da-da. Rare Candy. Ja. Boom, boom. Lekker. We hebben een Croconaw, dames en heren. Onze Totodile evolueert in een Croconaw. En die ziet er zo vet uit. Feraligatr, die ziet er nog vetter uit. Maar Croconaw vind ik ook al een stoere Pokémon. Gewoon hoe die eruit ziet. Kijk eens even. Rararar. Lekker bezig, jongens. Dan gaan we even naar het Poké Center. Rennen, jongen. Rennen. Dan gaan wij de laatste trainer op de brug verslaan. En dan kunnen wij een Pokémon vangen. En dan denk ik dat wij ook weer gewoon lekker de aflevering een beetje moeten gaan afsluiten. En dat we in de volgende aflevering
nog meer trainers gaan verslaan en met Bill gaan praten, zodat we vervolgens de gym kunnen gaan verslaan. Maar ik vind dit gewoon wel even een lekker tempo. We hebben lekker wat trainers achter elkaar verslagen. We hebben een Croconaw in ons team en we gaan een nieuw vriendje vangen. Dat vind ik allemaal hartstikke goed. We hebben trainer 1, 2, 3, 4 verslagen. Dit is de vijfde. Oeh, daarachter zit er ook nog eentje. Ik denk dat wij 6 trainers moeten verslaan. Even kijken, Rafael is level 18. Dat betekent dat hij op dit moment de hoogste is. Dus even kijken wie we dan gaan trainen. Jos is level 16, Carré is level 16. Tom is ook level 17. Dus we doen het even zo. Jossa, Daphne en Carré moeten getraind worden. Dat gaan we even doen bij deze beste man. Nummertje 5. Hij zegt, I'll stomp you. Oké, dat is niet heel aardig om mij te stompen. Je hebt één Pokémon en je gaat mij stompen met een Skitty. I don't think so. Ik denk niet dat dit gaat lukken. Ik denk niet dat jij mij gaat stompen met een Skitty. Ik denk dat jouw Skitty heel snel dood is. Kijk, zeker als je Tail Whip gaat doen. Maar goed, we doen het lekker zo. Ik heb trouwens deze aflevering opgenomen. Dat is niet waar. Niet opgenomen voordat de andere online is. Maar ik heb niet zo heel veel namen gezien. Voor als wij nu een vrouwtje gaan vangen. Dus als we nu een vrouwtje gaan vangen, weet ik eigenlijk niet zo goed wat voornamelijk die gegeven. Ik heb voornamelijk in de comments gezien, wat ik heel lief vond, dat jullie allemaal gefeliciteerd hebben gezegd voor Finny en mij en Daphne, voor ons gezinnetje. En dat jullie blij zijn dat het allemaal zo goed gaat. En dat jullie blij zijn dat ik weer terug ben met video's. Dus eigenlijk zijn dat veel leukere comments dan een naam achterlaten. Maar doe dat wel weer onder deze video, hè, dat ik weer wat namen heb voor de volgende. Wil je bij Team Rocket? Ja, is goed. Voor de volgende Pokémon die we gaan vangen. Oh, we gaan nog even deze Team Rocket trainer verslaan en dan gaan wij een nieuwe vriend vangen. Al staat er in het gras ook nog één trainer. Oeh, Starmie. Oké. Dit is even een voorproefje op Misty. Confusion. Swift. Swift kan pijn doen. Doet het niet. Doet Confusion pijn bij Starmie? Ook niet heel veel, denk ik. Absoluut niet. Not very effective. Wij gaan kiezen voor Tom met zijn Vine Whip. Dat is even nodig, denk ik. Swift, please. Doet wel wat damage, maar Vine Whip gaat meer pijn doen, gok ik. Water Gun gaat niet zoveel pijn doen. Kijk, niet very effective, maar wat wij doen, dames en heren, wel. Boom! Kijk eens even. Nog één Vine Whip en dan is de... Oh, Rapid Spin. Dat kan wel pijn doen. Valt mee. Valt allemaal mee. Goed, deze Team Rocket trainer heeft, als het goed is, nog één Pokémon. Een Remoraid. Dat is ook een water Pokémon. Fuck it, dat doen we ook gewoon nog even met Tom. Doen we ook gewoon nog even met Tom. Want waarom wisselen als we deze trainer makkelijk kunnen killen met de Pokémon waar we op het moment mee vechten? In één keer zelfs. Boom, weer in één aanval deze Pokémon verslagen. We gaan nog niet naar... Ik wou zeggen, we gaan nog niet naar level 18, maar dat doen we wel. Rustig aan, Tom. Wat ga je hard. En wat ik wou zeggen, er staat dus hier nog een trainer in het gras. Ja... Heb ik hier nog een item? Ja, hier ligt nog een item. Dit is TM Attract. Niet dat we die gaan leren nu aan iemand. Maar route 25, route 24. Betekent dat dat... Oh, ik loop even een trainer tegen het lijf. Wat ik wil zeggen, betekent dat dat dit een route is waar ik een Pokémon mag vangen? Ja. En daarboven. Dus eigenlijk kunnen wij 2 nieuwe Pokémon vangen. Ik ga er nu 1 vangen. En dan volgende aflevering de volgende op dat stukje. Hallo Lapras! Hallo daar. Dat is nog eens een vette Pokémon om te hebben. Maar helaas is het een trainer. Confusion. Jossa. Jossa gaat ook wel een leveltje 17, denk ik. Oh, maar die Confusion doet allemaal niet zoveel. Ik denk toch dat we weer Jossa moeten inzetten met Fine Whip. Tegen Lapras. Ja. Want dit zet geen zoden aan de dijk. Lapras is wel al level 18. Ja, maar ja. Het moet maar. Moet ik wel op A drukken en niet op B. Goed. Ga niet dood. Je hebt nog maar 30 HP. Dat doet redelijk wat damage, hoor. Dat doet redelijk wat damage. En Lapras doet alleen growl, dus dat komt goed. Dus even kijken. Doe nog maar een Fine Whip. Gaat Lapras dan dood? Ik hoor iemand wakker worden. Jossa is level 17. Lekker. Leert Headbutt. Dat vind ik een leuke aanval. Van mij mag Jossa hoofdkont wel leren voor die zepel. Dat vind ik zo'n leuke aanval. Hoofdkont heet dat. Het staat gewoon hoofdkont. Hoofdkont leert Jossa bij deze. 1, 2, 3... Jossa leert hoofdkont.
Hartstikke goed. Eens even kijken, wie krijgen wij nu? De laatste Pokémon van deze trainer, als het goed is, is een Elekid. Oh my god, Elekid. Dat vind ik zo vet, want mijn lievelings-Pokémon is, jawel, Electabuzz. Dus Elekid zou al de dream zijn om die te vangen. Zouden we een Elekid kunnen tegenkomen in dit veldje? Kijk eens even wat een coole Pokémon, jongens. Oh my god. Mudslap. Mudslap, Mudslap, Mudslap. Doe maar. Doet waarschijnlijk wel wat damage. Zeker. Doet Rock Tomb ook veel damage? Vraag ik mij af. Dat wil ik wel proberen. Dat wil ik wel proberen. Oh, attack missed. Dat is jammer. Probeer het nog maar een keer. Even raak nou. Ja, kijk, hij heeft een Elekid, maar het is natuurlijk zo randomized. Ik dacht bij mezelf, misschien omdat hij een Elekid heeft, kan ik die hier tegenkomen. Maar die logica slaat nergens op, want alles is gewoon compleet random. Zo, Elekid is in ieder geval dood. Ik denk dat Daphne zelfs naar level 17 gaat. Jazeker, jongens. Lekker bezig allemaal. Dit is een goede aflevering, hoor. We zijn echt goed aan het trainen met z'n allen. Goed, eens even kijken, dames en heren, hoe ons team er op dit moment uitziet. Alleen Carré is level 16. Dat is een beetje triest natuurlijk. Gaat het allemaal goed, Vinny? Probeer maar even lekker te slapen nog, jongen. Kom ik zo bij jou. Ga maar dutje doen. Carré, als teleurstelling van ons team ga ik jou inzetten voor onze nieuwe aanwinst. Een nieuwe Pokémon. En laat het een jongetje zijn, dan kunnen we Finn toevoegen aan ons team. Dames en heren, de nieuwe Pokémon van ons team is, jawel. Ach, 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 ach. Dat betekent dat wij nog een Pokémon mogen vangen. Want ja, Carré hebben we al. Dus deze mogen wij vergeten. Onze nieuwe Pokémon, dames en heren, is niemand minder dan... Ach, 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 ach. Dit schiet toch niet op, dames en heren. Dit schiet toch niet op, dames en heren. De nieuwe Pokémon, dames en heren, is niemand minder dan... Een Tauros! Een mannetjes Tauros, oh my god. Dat is zeker niet verkeerd. Wat wel verkeerd is, is dat volgens mij... even kijken... Nightshade niks gaat doen en Astonish ook niet. Dus ik denk dat ik een andere Pokémon moet gaan inzetten... om deze Pokémon te vangen. Maar wie gaan we doen? Ik ga Yossa inzetten met Hypnose en daarna Confusion, denk ik. Dat Tauros ook een beetje slaapt. Hypnose? Oh, Scary Face, Scary Face. Nu kunnen wij sowieso niet meer switchen. Dus Yossa moet het gaan doen, volgens mij. Hypnose, Tauros die slaapt, dus dat is een goed teken. Dan gaan wij, dames en heren, even kijken. Een Confusion of Headbutt. Confusion inzetten, denk ik. Vooralsnog slaapt Tauros, dus dat is goed. Confusion, Confusion, Confusion. Ja. Oké, daar hebben we er nog eentje van nodig, denk ik. En dan kan ik denk ik wel een Pokéball gooien. Of zou die nog te sterk zijn? Ik twijfel. 1 pound nog, denk ik. Ik doe nog 1 pound. Please don't die. Please don't die. Tauros. Goed zo. Back. Nu ga ik een Pokéball gooien. En we hebben er nog 8. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn. Dames en heren, de Pokéball is gegooid voor Tauros in ons team. Please. Ja. Ja. Boom. Dames en heren, Tauros is gevangen. Dat betekent dat wij Finny in ons team kunnen toevoegen. Maar voor wie gaan wij Tauros in het team doen? Dames en heren, ik wil het van jullie weten in de comments. Dit is in ieder geval Finn de Tauros. Ja, ja. Maar voor wie gaat die in ons team komen? Jullie mogen het beslissen. In de volgende aflevering ga ik dat doorvoeren. Kijk even naar dit overzicht, dames en heren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video leuk? Laat het weten door een like. En laat dus weten in de comments wie gaat er vervallen. Wie gaat ons team verlaten? En Finn gaat het plekje daarvan innemen. Of moet Finn gewoon niet in het team komen? Dat kan natuurlijk ook. Dat kunnen jullie ook laten weten. Mensen, ik zie jullie volgende aflevering. En wederom bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Ciao.